De ex-presidenten Shu Weidenbos en Ramsiwak Shankar hebben in het kader van de gesprekken ter voorbereiding van de nationale dialoog hun inzichten gedeeld met president Chandrika Prasad Santokhi. Dit gebeurde gisteren in het presidentieel paleis. Hoewel de voormalige staatshoofden niet konden aangeven wat er inhoudelijk is besproken, zei Weidenbos dat de besproken aspecten zeer belangrijk zijn voor de toekomst en de ontwikkeling van het land. Weidenbos zegt dat er merendeels gesproken is over de organisatie van de nationale dialoog en de instanties die daarbij betrokken moeten worden. Het gesprek was een uitwisseling van ervaringen. Daarom is Weidenbos ervan overtuigd een redelijke bijdrage te hebben geleverd om te komen tot oplossingen voor de heersende problemen. Want we zitten in een moeilijke periode, dat moeten we allemaal erkennen, maar wij moeten gezamenlijk uit de periode komen, uit de problemen komen. Ik zeg het altijd en ik bleef het erbij dat de politieke en de politieke leiders moeten erkennen dat wij allemaal eerst Surinamers zijn en dan zijn we politiek leider van een partij geworden. Dus we moeten als Surinamer de nationale zaak inhoud geven en alle politieke verschillen die er mogen zijn, en dat mag wel, maar die moeten we aan de kant zetten en kijken hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan de positieve ontwikkeling van Suriname. Ramsiwak Shankar, die van 1988 tot 1990 president was van Suriname, vond het gesprek met president Santokhi bevredigend. Alhoewel hij niets kwijt wilde over de inhoud van het gesprek, is hij wel van mening dat er altijd een aanpassing kan komen van het beleid in het land. Dat kan men altijd bekijken, beleid aanpassen. En misschien zijn er inderdaad dingen die omgebogen moeten worden. Maar laten we eerlijk zijn, we wonen in Suriname. En ik ga ze niet bij naam noemen, maar er moet inderdaad wat aangepast worden wat betreft het beleid. Met het gesprek met de voormalige presidenten is de nationale dialoog van de president afgesloten.